What up people van het goede leven? Hoe is het met jullie? Met mij gaat alles goed. Vandaag weer een nieuwe dag. Een nieuwe start. Ik heb net gedoucht. Ik kom van de gym. Mijn dag is soort van al een klein beetje begonnen. Want ik ben om 7 uur of zo opgestaan. Ik ben fucking vroeg opgestaan. En wij gaan vandaag weer supergaande items opnemen. Dus ik ga straks even met QC naar de stad toe. En misschien nog even naar een andere stad toe. Lira, rustig doen. Die is helemaal wild geworden. In de volgende video is de grote dag. De grote wedstrijd. Jullie konden allemaal kaartjes kopen. Ik heb ook nog 2 kaartjes weggegeven via Instagram. Fucking dope. Komen heel veel mensen naar die wedstrijd kijken. Heel veel zin in. Maar voor vandaag gaan we eerst even wat items draaien. En gewoon even lekker werken. En Lira is stout. Mag dat wat je aan het doen bent? Op de kledingrek staan en zo. Mag dat? Hey, tst. Niet doen, hè. Niet doen. Niet doen. Kijk, 1 vinger heb ik nodig. 1 vinger. Tjak, 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 tjak. 1 vinger. Oh. Oh. I am sitting in the car. And waiting on QC. Hij is bijna in de buurt. Ik ga die auto in de parking gooien. En dan gaan we beginnen met het filmen van een item voor supergaande. Een hele grappige item. Iets wat nog nooit is gedaan in Nederland. Volgens mij nog nooit in de hele wereld. Volgens mij hebben wij een primeurtje. Dat weet ik niet zeker. Maar het is fucking lit. En we gaan het gewoon doen. Hey. 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 We zijn hier met Quentin. Zeg maar. Ik zeg, we zijn hier met Quentin. Hoezo doen we wat met mij vandaan? Ik ben QC. Omdat ik zakelijk met je ben. Dus jij wordt gesponsord. Hoi. Jij krijgt allemaal gratis schoenen. Je hebt een Gucci riem, polo, jas, gate. Jongens, wij gaan zo dadelijk beginnen aan een nieuw item. Hartstikke veel zin in. Het is fucking koud. Wat heb jij? Ik zweer, ik dacht dat je me eten ging geven. Nee. Je hebt dus niks. Kan maar go. Ben jij nou bonnetjes aan het bewaren? Ja. Onze ZZP'er. Ja, officieel. Deze man is een ZZP'er geworden, jongens. Wie had dat gedacht? Hè? Eh? Lekker bezig, jongen. Kijk hem. Hey. ZZP, want ik ben met ZZP, man. Ik zeg wat ik doe. Jij bent erg gay. Jij bent erg oh, fake. Hey. ZZP. Oh. ZZP. Hey. Dingen die je ZZP. Hey. Zelfs deze die je ZZP. Hey. Miriam is al ZZP. Iedereen in de spak. ZZP. Het is wel een nieuwe Afro-trap, Pokémon. Ja, ZZP. We zijn net klaar met het filmen van een item in de stad. QC is hier ook. QC gaat zakelijke pas aan. Oh, ik zakelijke wat rekening. Wat? QC. 3205? Nee, gewoon QC. QC die gaat een zakelijke rekening openen. Voor die zakelijke money. Factureren. En hij gaat factureren. En fuck iedereen die niet wil factureren. Hey, fuck je. Facturen. Hey, motherfucker. Weet je, ga je die fucking factuur betalen? Oh, facturen, want ik sta hier niet. Wat? Als je tuurt toch? Dan tuurt sturen. Facturen, maar ik sta hier niet. Oké, in ieder geval, dus dat gaan we doen. Daarna gaan we even naar een paar winkels. Hebben we nog voetbalschoenen halen en shit. Daarna gaan we eten. En dan morgen voetbalwedstrijd. En zondag ben ik op first look. Ja! Ben ik weer op een game. Ik ben elke dag beseffen dat ik vannacht pas om 4 of 5 uur thuis was. Lekker man. En ik moest alweer vroeg opstaan. Dus jij hebt tot 4 uur 's nachts gewerkt? Ja. Nou, ik heb tot, nee, even kijken, ik heb tot 1 of 2 uur gewerkt. Toen, heb ik nog even, toen kwam ik ineens achter dat alles wat ik kocht gratis was. Maar toen heb ik nog even gefeest. Lekker man. Met Be Brave en met shout out naar Be Brave. Ja man. Tot lekker man. Games. Zing even pokken van ze. Dat was wat je zei, man. Dat weet je wie je bent. Ik ben real met je. Ik ben real met je. Dan komt ze even alles. Yo. Adios. Kijk deze blije jongen, kijk hoe blij hij is. Hij gaat zakelijke rekening over, kijk hoe blij. Zakelijk horloge, alles man. Huh? Uurtje, factuurtje. Factuurtje voor het uurtje. QC is zelfstandig ondernemer geworden. En dat gaan we vieren bij de Bok to Go. Besef hè, hoe lang je mee filmt, hoe hoog de factuur wordt.
Moet die nou jou gaan betalen met mijn vlog te komen? Ja, dan compenseren we het ook. Alright, in ieder geval, we gaan vieren. We gaan de zakelijke samenwerking dan. Lekker man. Lekker. We gaan het vieren dat QC ZZP'er is geworden. Yes. En dat doen we natuurlijk bij. We sturen hier deze factuur. Hai jongens, we gaan even eten. Book to go. Ik wou mijn camera pakken. Je zag dat hij vast zat in mijn zak en ging hem snel pakken. Ja! Maar wat? Hai, ik ben met QC in de stad. En QC zit als een retard, de hele tijd zo'n doos in zijn hand te houden. Nee, ik heb net gevraagd of jij me even wou vasthouden, maar je wil niet vasthouden. Nee, klopt. Hier, kijk, een deken. Oh. Ah. Kijk zo, je kijkt ook gewoon. Ja, gaf, ik had bijna mijn neus erin. Maar Quentin. Ja. Hoe gaat het met je? Vertel even. Morgen de grote wedstrijd. Ja. Loop nou eens even door, man. We moeten voetbalschoenen zoeken. Ja, oké. Okay. Morgen de grote wedstrijd. Ja. Hoe voel je je? Ja, gezonde spanning. Gezonde spanning, ja. Oké. Okay. Heb je het gevoel, je bent aanvaller, mensen verwachten wat van je, mensen verwachten van je dat je scoort. Ja. Hoe groot schat jij de kans in dat jij scoort? Met een goede bal, 70%. Als ik een zet... goede bal? Dat is een kutopmerking, man. Nee, als ik een goede bal in mijn voet krijg, hey. Mensen geen goede voorzetten kunnen geven of alles. Ja, het ligt dus aan een maar ander. Ik denk dat de kans groot is dat ik rode kaart pak dan dat ik goal scoor. Ja. Dan heb je op zich wel iets, ook iets gehaald, toch? Dan heb je wel wat gehaald, ja. Weet je wat dit? Ik wil gewoon een van de besproken dingen worden aan tafel. Tafel. Hey, heb je die, weet toch, hebben die goal gezien? Hey, en die rode kaart nog? Je horror tackle, hoe je met de tanden op. Ja, ga Ibrahimovic gewoon met een gestrekt voet ja, gewoon in iemands gezicht. Mooi, hè? Ken je die van weet je die? Ben je de jong? Ja. Oh, Boskamp. Maar jij komt niet in zijn oog. Ik kom zo gelukkig. Oké. Dat moment wel. Misschien breek ik een andere lies ook af van de man. Ah, dus jij gaat morgen komen naar een voetbalwedstrijd. Ja. En je weet toch, je mag zeg maar meelopen met je voetbal. Je weet, die kinderen lopen toch altijd hand in hand. Nou, en wie heb jij gekozen? Stefano. En wie was je tweede keus? Jij. Nou, voel die pijn. Ik op derde keus. Wie was derde? Niemand. Niemand? Nee. Ik was tweede man, broer. Weet je maar, als ik een goal scoor, ik ga niet eens met jou vieren. Hey, dat was wel een beetje pijn, man. Maar hey, toch, Stefano is ook leuk. Stefano was ook leuk. Ja. Hey, toch. Ik ben wel leuker, toch? Wat van afstand ben je? Je zegt niet eens ja! Ja, maar, ja. Maar, fuck jou. Wat van afstand ben je? Ik. Ja. Turk. Ben je Turk? Dus en je kiest de Surinamer boven je eigen volk. Ja. Wat vind jij hiervan? Ik heb even koffie nodig. Ah, pijn. Ik dacht dat wij Turken elkaar steunen, man. Pijn in mijn hart. Snitch ass nigga. Waarom? Dus jij wordt gesponsord door Sport 2000, maar je bent bij de actiesport. Wat vind je daarvan? Nou, dat eerste. Ik word niet gesponsord door hen. Ik doe soms actietjes met hen. Ja, ja, onderbouw je mening. Ga door. Ja. En kijk, we kwamen... Is het loyaal? We kwamen van die kant. Is het loyaal? Nee, maar we kwamen van die kant. Ja. En hier is actiesport, daar is Sport 2000. Is verder ja, lopen? Nee, eerst gewoon hier kijken en toevallig kwam ik hier een schoen tegen die me blauw bevalt. Ja. En dan gaan we nog even in de Sport 2000 kijken. Is het loyaal? Loyaal? Ik heb geen contract met hun getekend. Oké, okay, je vindt gelijk boos te worden. Ik bedoel, muziek uitbrengen bij zware jongens, maar laatst zaten we in de kantoor van Cloud 9. Ja, ja, wat is loyaal? Wat is loyaal? Ook nog met spek en topnotch, nou. Nou. Ik ben de grootste hoer die er is. Ja. Doe even loopje. Dan ga je die Gucci belt ook dragen morgen. Doe even akka. Wow. Dat is eng, hè? Ik zie met voetbal gaat het goed in. Dus QC is in de ethos, jongens. Wat ben je nou aan het kopen? Ik heb... Ja! Schreef mensen voor de hoofd van mijn haarlijn die is dood. Lekker man. Kut, sorry. Die kost wel, dat is wel een prik aan. 20 euro. En ik had hem al, hè. Maar ik weet niet waar die is. En weet je wat het is? Kijk, ik kan ook die 3 mesjes kopen. Die kost 25. Maar als ik die scheermes niet vind... Als ik die niet vind... Nog even versterkt nemen. Misschien zou je hem liggen. Ik heb bescheid gelaten. Heb je hier de puffen gehad, verdamme? Nou, ik ben gebeld. Voor de gemeente. Nou... Nou jongens, ik ben weer thuis. Ik heb best wel weinig gevlogd vandaag, maar dat komt ook omdat we een beetje veel hebben gewerkt en veel shit moesten regelen. Ik heb al mijn spullen van morgen al klaargezet. Tenminste, nog niet echt, nog niet alles, maar dit zijn alvast mijn voetbalschoenen. Shit. Ik heb ook al mijn outfit. Staat hier klaar? Oh mijn god.
Oh mijn god, besef dit even. Boom! Dus dat is allemaal al klaar. Ik moet nog mijn tas inpakken met al mijn spullen erin. Ook de nieuwe tas. Jullie hebben het al gezien. Fucking dope. Ik ga alles inpakken. Ik ga vroeg slapen. Het is nu 9:30 of 10:00. Ik ga gelijk slapen. En dat is morgen de grote dag. Zin in. Klaar voor. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Like de video. Abonneer op het kanaal. Laat een comment achter. En ik zie jullie in de volgende video. Peace.